Ziekenhuisbonden eisen betere communicatie vanuit het ministerie van Volksgezondheid als antwoord op het beeld dat wordt gecreëerd als zouden de vakorganisaties zich niet bekommeren over bepaalde zaken. Dit zei de voorzitter van de bond personeel bij de RGD, BPRGD, Robin Narendorp, op een gezamenlijke persconferentie. Aanleiding voor deze persmeeting is een op 20 juli gepubliceerd verslag van minister Amar Ramadan van Volksgezondheid. Volgens dat rapport zouden de vakbonden niet zijn komen opdagen ondanks een uitnodiging. Wat is een zware beschadiging aan ons als vakorganisatie dat u dus aan de samenleving meedeelt, maar ook waar ook buitenlanders zijn, dat beeld neemt men mee. En dat beeld zal men ook vertalen voor hun vertegenwoordigers, dat de vakbeweging blijkt niet geïnteresseerd te zijn, terwijl wij geen van de organisaties bij het zien van dus de verklaring van de minister hebben de verschillende bonden ook naar elkaar toe gemaild en gevraagd van hé, heb jij uitnodiging gehad? Niemand heeft de uitnodiging gehad. En die minister beschuldigt de vakbeweging dat wie nog zo'n money weer praxerie. En wanneer het gaat om discussies, terwijl zeer belangrijke onderwerpen hier aan de orde zijn geweest, waar we deel van willen zijn. Narendorp onderstreept het belang om betrokken te worden bij besluitvormingsprocessen. Dit getuigt van goed beleid dat helaas nu niet terug te merken is. En we zijn bereid. We willen ook onderdeel zijn van de discussie die allemaal gevoerd zijn. Maar ook waarschijnlijk, minister Nobewan Hudabe, kan dat denk ik ook aan Kadoro. Ja, die niet naar buiten zijn. Misschien heeft hij dat gedacht, maar dan zou ik mijn mond dicht houden. Dan zou ik geen beschuldiging uiten richting de vakorganisaties. En ik mag u zeggen dat we heel erg zwaar bij ons, omdat we ten onrechte zijn beschuldigd zonder na te gaan of de bonden zijn uitgenodigd. En dan begin je de bonden te beschuldigen van ze hebben geen belangstelling. Als we kijken naar de onderwerpen, het zijn onderwerpen waarover wij nog steeds van gedachten willen wisselen. De bondsvoorzitter zegt dat vanuit de bonden een brief is gericht naar de bewindsman om verduidelijking te brengen in deze kwestie. Een antwoord op deze brief is volgens Narendorp tot nu toe uitgebleven.